uiteraard is er voor wat betreft een minister die dus deelnam in, het, in de regering. Is er dus een, is het zo dat ik mijn portefeuille ter beschikking stel aan de president. En dat is per heden, ingaande heden, zaterdag 9 juni, juli, ik dan mijn portefeuille ter beschikking stel. En binnen de partij gaan we dan kijken hoe we verder gaan en wat verder moet. Maar stel nou dat de president zegt, ik accepteer het niet. Nou, dat is natuurlijk zo goed recht. We zullen zien hoe hij erop reageert. Maar feit is dat ik uit Ichtgaards voor de partij doe. Ik ben namens Doe voorgedragen. En dan kan ik niet anders dan uit Ichtgaards voor de partij mijn portefeuille ter beschikking stellen aan de president. U gaat wel heel veel missen. Nog één maandje zou je moeten gaan, toch? Als het zo is dus dat de partij zich eigenlijk op dit punt gekomen is dat ik als minister, komende uit de partij, dan doet wat goed is. Ondanks het feit dat er een, de vergoeding en al dat soort dingen. Nee, ik heb het niet daarvoor gedaan. Ik heb het gedaan om mijn land te dienen. En het hoort gewoon zo. Meneer Dodson is NDP-jeugdige geweest. Bestaat er enige kans dat hij terug gaat naar huis? Oh, het is, kijk, laten we die dingen zeggen zoals ze zijn. 20 jaar terug was ik betrokken bij de partij NDP, waar ik het een en ander deed. Ik was niet formeel opgenomen in de structuren, maar ik was een van de trekkers bijvoorbeeld van filosofie van de NDP op de universiteit met name, omdat ik tegen die tijd aan het begin was van mijn studie. En daar schaam ik me niet voor. En daar zal ik nooit onder stoelen of banken zitten. Ik heb er heel veel plezier mee gehad om de filosofie die er toen was van de NDP te mogen uitdragen. En ik heb met heel veel hart en ziel heb ik mij gegeven voor die cause. 18 jaar terug ben ik lid geworden van Doe. En vanaf toen, dat moment, heb ik heel jong en fris, huis aan huis, samen met de mensen die er toen waren, de filosofie van Doe verkondigd, omdat het een heel goede filosofie is. En ik heb na 18 jaar de kans gekregen om niet alleen huis aan huis te gaan tijdens verkiezingen om de filosofie te vertellen, maar om het daadwerkelijk uit te dragen. Deze minister heeft niet gestolen. Deze minister heeft geen corruptie gedaan. Deze minister heeft geprobeerd om vanuit zijn visie in conclaaf met de visie van de president over het beheer van de mijnbouwsector om dat te doen. Naar de NDP gaan enzovoort is helemaal niet aan de orde. Trouwens, de NDP heeft dat nooit van me gevraagd. We zijn broeders en we zijn conculega's in het politieke veld. Maar we hadden elkaar gevonden in een coalitieverband. En dat is meer dan uit Ichtgaards dat ik moet zeggen. Dat het een heel goed samenwerken was. En dat we elkaar heel goed konden vinden. Maar wat ik hoor van ik ga naar de NDP of een en dat soort dingen. Of ik was, dat is allemaal irrelevant. Dat is helemaal niet aan de orde. Ik ben lid van Doe al 18 jaar. En ik heb bewezen. Ik heb alle stadia meegemaakt van de partij. Ik heb de partij helpen opbouwen, from scratch, en daar sta ik achter. Zo hoort het.